Het parlement heeft in het jaar 2017 in totaal 12 petities in ontvangst genomen. Dat zei DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag bij de presentatie van het jaarverslag over 2017. Een van de recente petities is ingediend door bewoners van Saramaka. Ze protesteren tegen de zandafgravers in Maho. Geerling-Simons gaf aan dat de petities behandeld worden door een commissie en dat het vaak veel tijd vergt om daadwerkelijk in actie te komen. Wat betreft de petities, als er een petitie binnenkomt, probeer ik zelf alvast, want het gaat naar een commissie. We hebben een commissie verzoekschriften, dus het moet daar naartoe. Maar wanneer mensen hier komen met petities, betreft het toch vaak een dringende zaak. Dus hoewel het naar die commissie gaat, begin ik meestal zelf ook te werken eraan. Als het is dat een minister moet worden gebeld of de regering een brief moet krijgen. Of dat bepaalde vaste commissies moeten worden ingeschakeld om ernaar te kijken. Soms heeft het geleid tot dat we gesprekken hebben met de groep. En soms heeft het geleid tot wetgeving die we niet zo lang geleden hebben aangenomen. Dus aan de petities wordt gewerkt. We krijgen niet altijd het gewenste resultaat, want ook we zijn volksvertegenwoordigers, we brengen de zaken naar de regering. En sommige dingen moet de regering dat doen, of de regering moet gaan praten met de mensen. De meeste petities die zijn ingediend hebben te maken met bouwvergunningen. Geerling-Simons zegt de komende tijd te gaan werken aan betere regelgeving, zodat de samenleving precies weet wat wel en niet mag. Als we bijvoorbeeld kijken naar petities die we kregen over het bouwen en vergunning geven voor bepaalde dingen in woonbuurten, casino's en andere zaken, dat vinden wij ook niet goed. We pakken het op, we praten met de overheid, we geleiden het door. En toch zie je, om de zoveel tijd komt er dan weer zo een discussie. Er is bijvoorbeeld daarover een fundamenteel gesprek geweest met de verschillende ministers die betrokken zijn over het gaan saneren eigenlijk van het land, zodat je dan niet overal en nergens meer grote gebouwen, zakelijke gebouwen kan neerzetten, maar dat je precies weet als zakenman in welke gebieden dat wel kan en wat niet. Dus we hopen dat bijvoorbeeld door de verschillende petities die we in de loop der jaren hebben gekregen, dat misschien niet altijd dat probleem van die buurt is opgelost, maar dat we daardoor, zeker in dit jaar, waar we nadruk gaan leggen op ordening van die samenleving, in wetgeving en regelgeving, dan hoop ik dat alles wat we hebben besproken met die regering en voorgesteld, dat we dan komen tot betere regelgeving. Tot zover DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons over de petities die zijn ingediend in 2017. Ze presenteerde vandaag het jaarverslag van het parlement.